De gehandicaptenzorg komt vandaag op straat. Is de LBC en VK tegen de zorgvernieuwing? Nee, absoluut niet. LBC en VK non-profit is helemaal voor zorgvernieuwing. Maar dan wel eentje waar we er allemaal op vooruit gaan en niet op achteruit gaan. We gaan proberen onszelf te laten voelen wat dat betekent. 10, 20, 30 jaar achteruit gaan. Braai jullie aan. En we stappen allemaal achteruit de berg op. Waarom zijn de plannen van de regering geen goede zaak voor de sector? De Vlaamse regering heeft beslist om onze sector op te splitsen in vergunde zorg en niet vergunde zorg. En wij denken dat dat een absolute achteruitgang is. Wat betekent dat precies, vergunde en niet vergunde? Ja, stel u voor dat ik morgen een dierenasiel wil openen, dan moet ik mij houden aan regels over dierenwelzijn. En dat is een goede zaak, zo garanderen wij kwaliteit. Nu, in de sector zegt de Vlaamse regering dat als ik morgen een opvang wil organiseren voor personen met een handicap, dat ik ineens geen regels moet nakomen. Hoe voelt dat? Achteruit? Nee! Vooruit? Ja! Achteruit? Nee! Vooruit? Werkt jij in de gehandicaptenzorg? Ja, ik werk in de gehandicaptenzorg. En hoe lang al? Dat is nu 30 jaar. Wel, de slogan is nu hier, we laten de klok geen 30 jaar terugdraaien. Hoe was het dan 30 jaar geleden in uw sector? De loonsvoorwaarden 30 jaar geleden waren beneden de andere sectoren. We waren echt een achtergesteld gebied. Die zijn na vele acties dan opgetrokken geweest. In die 30 jaar tijd, de Witte Woede, kent iedereen. Daar zijn er dan een aantal aanpassingen gekomen, waardoor het loon verbeterd is, waardoor de arbeidsvoorwaarden verbeterd zijn, de landingsbanen, langer aan het werk kunnen blijven met werkbaar werk. En ik heb het gevoel dat dit nu helemaal wordt teruggedraaid. Wij hebben een akkoord afgesloten met jullie werkgevers. Een akkoord is een akkoord. De klok terugdraaien, no way! De klok terugdraaien! Jullie voeren ook actie tegen de werkgeversorganisaties. Waarom? Omdat de werkgeversorganisaties contractbreuk hebben gepleegd. We hebben bij de start van de zorgvernieuwing afgesproken dat er nieuwe personeelsnormeringen moeten komen, omdat die van vandaag achterhaald zijn. Ze bieden geen antwoord op de werkdruk. En nu stellen wij vast dat de werkgevers dat akkoord niet willen nakomen. Dus die zeggen eigenlijk, wij willen geen personeelsnormeringen meer. En dat is voor ons absoluut onaanvaardbaar. Waarom is dat absoluut onaanvaardbaar? Ja, omdat zonder personeelsnormeringen wij geen goede kwaliteit kunnen garanderen. Die normeringen die leggen vast welke functies nodig zijn voor goede zorg. Die leggen vast met hoeveel personeel dat we moeten zijn. En als dat vandaag volledig losgelaten wordt, ja, dan gaan we er allemaal op achteruit. Een akkoord!